Na de eerste kilometers op deze Yamaha Tenere 700 bedenk ik een nieuw segment. Dat van de cruise crossover. Offroaders die ook geschikt zijn om lange reizen op het asfalt te maken. Hoog, echt hoog. Zadelhoogte 875 mm. In mijn geval betekent dat ik nog net met mijn tenen bij de grond kom. Dat is wat lastig als je moet manoeuvreren achteruit. Maar als je eenmaal rijdt, dan merk je niks van die hoogte. Hij weegt 204 kilo, dus dat is ook niet heel zwaar. Maar hij stuurt super gemakkelijk. Hele korte draaien maken gaat heel makkelijk. Je hebt geen moeite ermee. En wat ook nog wel heel erg verrassend is, dat hij behoorlijk stabiel is bij hogere snelheid. Op de snelweg met 120, 130 km per uur gaat hij strak in een rechte lijn door. En dat is best uniek, want meestal is een cross motor veel wiebeliger. Heeft wat meer last van turbulentie en door de smalle wielen met noppenbanden is ook de stabiliteit nooit optimaal. Bij deze wel. Het blok reageert bijzonder kittig op het gas. Het is hetzelfde blok wat Yamaha ook gebruikt in de MT-07. 73,5 pk, 68 Nm. En het is heel smeuig. Bij lage toeren pakt hij al lekker gretig op en hij wil ook lekker doortrekken. Eigenlijk heb je meer dan voldoende vermogen. En daardoor is het ook fijn cruisen met deze machine. Cruisen op de snelweg, 120. Ik zei het net al, in rechte lijn en dan nog ook heel comfortabel. Want die veerweg van voor is 210 mm, 21 cm. Achter heeft hij een veerweg van 20 cm. Dus ga je over verkeersdrempel, dan merk je daar bijna niks van. Crosscruiser. En dat crossgedeelte, wat uiterlijk betreft, zit hem wat mij aangaat vooral hier. Als je kijkt naar die bijna verticaal geplaatste ruit, dat windschermpje. Die hoekige koplamp met in dit geval 4 LED-lampen. Het display in portretvorm opgesteld. De handkappen natuurlijk. Het bijna rechte stuur. Het zijn ook allemaal elementen die je bijvoorbeeld vindt op de woestijnracers, op de motoren die meedoen aan de Dakar Rally. Deze uitlaat is niet standaard, het is de uitlaat van Akrapovic. Die kost je €830 en een beetje. Maar deze machine heeft nog een aantal zaken die optioneel zijn. Die maken allemaal deel uit van het Rally Pack. Dat zijn deze kunststof schildjes, dat is bescherming. Dat is de tankpad om krassen te voorkomen. Dit is ook de kettingbeschermplaat. Standaard zit hier een kunststof zwarte beschermer. En dit is een fraaie aluminium met Tenere 700 erop. Wat die ook extra heeft, is de radiateurbescherming. Dat is dat roostertje hiervoor. Dat houdt keien tegen als je off-road gaat en voorkomt dus dat er een beschadiging aan de radiateur komt. Wat ook deel uitmaakt van het rallypack, dat zijn de LED richtingaanwijzers voor en achter. Ik zei al, het is een motor met een hoog crossgehalte. Hij wordt ook standaard geleverd met deze noppenbanden. M&S noemt Yamaha ze. Ja, ze rollen best wel goed op het asfalt, maar je hoort natuurlijk het gezoem, het gesuis op hoge snelheid. Maar ze zijn wel lekker stabiel en ze bieden toch wel behoorlijk wat grip, dus dat is wel fijn. En je kunt er natuurlijk mee zand en modder pareren. Tenere 700, die wordt geleverd
vanaf 11.599 euro. Je kunt zeggen dat is best een leuke prijs. Dat is best een goede prijs ook. Want je hebt best een behoorlijk krachtige machine die fijn rijdt, heel universeel inzetbaar is, veelzijdig. Je kunt er rustig mee naar de Alpen en een pasje pakken. Dat doet hij met speels gemak. Je hebt voldoende vermogen. Het is natuurlijk helemaal mooi als je hem koopt met dat rallypack. Dan heb je die Acra uitlaat, dan heb je deze paneeltjes, je hebt het tankpad, de richtingaanwijzers enzovoort enzovoort. Betaal je bijna 1700 euro meer, maar met een basisprijs van 11.599 blijft hij nog steeds heel betaalbaar. En dan heb je gewoon een wereldmotor, letterlijk een wereldmotor waar je ook wereldreizen mee zou kunnen maken. Waarmee je, als je dat wil, naar Kaapstad kunt rijden overland. Hij kan het. En Yamaha levert er nog wat attributen bij om ook zo'n mega reis mogelijk te maken. Yamaha zegt, deze motor gaat je leven veranderen als je hem koopt. Je kunt inderdaad die droomreis maken. Je kunt inderdaad echt je grenzen gaan verleggen. En dat voor iets meer dan 13.000 euro. Toch wel een leuk idee. Wil je het hele verhaal lezen over deze Yamaha Tenere 700 en mijn belevenissen? Ga dan naar motorrij.nl en vergeet niet die abonneerknop in te drukken.